Hallo en welkom bij Doe Het Jezelf Ideeën. Vandaag hebben we weer een leuke video voor jullie. En we gaan jullie laten zien hoe we deze leuke klapkaart maken. En zoals je ziet kan hij constant omgedraaid worden met een ander patroon. En je kunt natuurlijk op elke kant iets leuks erop schrijven. En leuke foto's erop plaatsen bijvoorbeeld. Ja. Je kunt leuke dingen erop plaatsen, qua foto's, leuke berichten op elke pagina. Ja, vele opties. En ik vind het leuk dat je hem om kunt draaien. Het blijft creatief met verschillende patronen op elke kant. En hier kun je weer wat anders opschrijven. En hier weer. En ja, dan weer bij het begin. En hoe ik dit heb gemaakt, laat ik jullie zien. Wat we nodig hebben is... vier vierkante papiertjes, een pritstift en een schaar. En ik verdeel de blaadjes door de midden, zoals je ziet. En die knip ik dan door. Ondertussen heb ik ze allemaal voorbereid en dan gaan we ze in een lengte doorvouwen. Naar de korte kant en dan in de lengte vouwen weer dubbel. En dan naar het midden toe. En deze ga ik doen met alle acht papiertjes, deze vouw. En dan pak ik twee dezelfde papiertjes en die plaats ik met de mooie kant naar de tafel toe, dus naar beneden. Plaats ik naast elkaar. En dan pak ik de lijm. En hier heb ik een rechthoek. De vierkant. En dan de hoeken. Om alle hoeken. Plaats ik de lijm. Dan neem ik een ander papiertje. En die plaats ik er zo op. Dus de andere lengte. En hier ook weer. Goed vastdrukken. En dan dezelfde kleur natuurlijk aan de andere kant. En ook weer aan de hoeken. Dan wacht ik even tot alles is opgedroogd en dan gaan we verder. In de tussentijd is het allemaal opgedroogd en dan ga ik deze openvouwen. Zo, op die manier. Dan draai ik hem om. Die vouw ik ook weer. Dan hebben we een mooie kant. Aan deze kant, zoals je ziet. En hetzelfde doen we aan de andere kant. Dus die vouwen we ook weer om. Tadaa. Hier ook weer een vouw in het midden. Dan heb je de opening. En dan aan de buitenkanten hebben we de andere papiertjes omgevouwen. Dan gaan we verder met het volgende patroon. Weer de hoeken. Dan op de kant die samengevouwen is. En dan weer daar op de hoek. Pardon. Hetzelfde aan de onderkant. In de hoek. Dan op het hele vierkantje en dan weer aan de andere hoek. Dan hebben we het volgende papiertje. En die plaatsen we weer op. Aan de andere kant hetzelfde. Goed plat drukken. En weer laten drogen. En dan weer hetzelfde. We plaatsen hem naar de zijkant. En dan hebben we weer dezelfde creatie als eerst. Die druk ik weer naar beneden toe. En dan hebben we nog twee papiertjes over. En die gaan we weer op dezelfde manier vastplakken. Maar dan in de lengte. Dus weer op de vierkant plaatsen we de lijm. En dan aan beide hoeken. Kijk of alles recht zit. En ondertussen is het ook opgedroogd. En kijk.
Deze, de volgende. Dan weer deze volgende. En dan plaatsen we deze weer om. En deze volgende. Ja, ondertussen laat ik hem nog even drogen, gewoon voor de zekerheid. En je kunt er natuurlijk van alles op plaatsen, van foto's, stickers, allerlei leuke berichtjes op elke pagina iets. Ja, ik vind het echt een ontzettende leuke kaart, heel creatief, de klapkaart. Mocht je nou nog vragen hebben, kun je die onder de video plaatsen. Geef ons een duim omhoog, schrijf je in voor ons kanaal mocht je dat nog niet hebben gedaan. De knop is onder de video en elke week kun je weer genieten van nieuwe video's. En ik zou zeggen tot de volgende keer op Doe Het Jezelf Ideeën. Tot ziens!